Hoi, leuk dat jij weer bij de Hatchimals Weken komt kijken. Zoals je ziet, ik heb nog 5 prijsjes om weg te geven voor de Hatchimals Weken. Ik ga vandaag 3 prijsjes weggeven, volgende week 2 prijsjes weggeven en waarschijnlijk de week daarna nog 1 laatste keer, want ik heb 2 prijswinnaars die maar niet hun prijsjes in ontvangst nemen. Dus ik laat nog 1 keer de namen zien. Rasool Alkrat en Unicorn Girl hadden in de laatste 2 video's een prijsje gewonnen. Maar ja, blijkbaar willen ze hem niet hebben. Want de regels zijn dus, als jij je prijsje wint, moet je hieronder bij de reactie laten zien dat je de video hebt gekeken. En dan neem ik contact met jou op. En dan regel ik dus dat jij jouw prijsje krijgt. Nou. Volgende week dus, of nu 3 prijsjes. Volgende week 2 prijsjes. En als daarna ik nog steeds kaartjes in mijn handen heb waarvan de prijsjes niet zijn opgevraagd, dan ga ik nieuwe namen trekken. Dus dan haal ik gewoon de namen hier vanaf van de prijsjes. Het gaat om een 12-pak en het gaat om een 4-pak plus bonus. En dan trek ik weer nieuwe namen uit de pot. En hopelijk dat die nieuwe namen dan wel zien dat ze winnen. Dus het is wel echt belangrijk. Doe jij mee? Vergeet niet dan op de dinsdag te blijven kijken. Want als je wint, moet je het wel hieronder in een reactie laten weten. Want dan weet ik dat je de video gezien hebt en kan je je prijs in ontvangst nemen. Dus dat is wel belangrijk. Doe je mee? Ook even kijken of je hebt gewonnen. Ik ga eerst even beginnen met de foto's. Anna's Hatchimals spelen graag samen, zoals je hier kan zien. Ik vraag me af, welk spel zouden ze nu aan het doen zijn? Lynn en Elle doen weer gezellig met ons mee en ze vinden zo te zien de Hatchimals wel heel erg leuk. Jinte houdt van Hatchimals en van squishies. Bedankt voor je foto. Esmee kan heel mooi tekenen. Je hebt Donkemoe heel goed nagemaakt. Juda is 5 jaar. Jouw Hatchimal ei ziet er heel mooi uit. Ik vind het heel erg leuk dat jij met ons meedoet. Daphne Jonkers en haar buurmeisje spelen graag samen met de Hatchimals. Dat ziet er heel gezellig uit. Noah en Lotte zijn 9 jaar. Wat ziet jullie hotelspeelplaats er geweldig uit. Dat is vast leuk om mee te spelen. En dan komt het moment. Oké. Ik ga eerst even de prijs pakken en dan ga ik uit de loodjespot een naam trekken om te zien wie er wint. Vandaag 3 prijsjes. We beginnen met prijs nummer 1. Ik doe gewoon zo en het eerste eitje wat eruit rolt, dat gaat hem zijn. Hup. Prijs nummer 1 is eitje nummer 4. Die gaat opzij, eitje nummer 4. De eerste prijs van vandaag wordt... Wow, een 12-pak. Nou, wie gaat een 12-pak winnen? Loodjespot erbij. Ik ga niet kijken. Even een beetje goed schudden. Met mijn vingers. Zo, ik pak er 1. Nou, volgens mij heb ik er wel 3 in mijn handen nu. Even een beetje wrijven. Ja, ik heb er nu 1. Pot opzij. En wie heb ik? Ik heb... Lena, ik ga jouw foto hier laten zien, want het kan soms zijn dat er meerdere Lena's meezien. Herken je hier je foto, dan heb jij gewonnen. Lena, heel belangrijk, hieronder laten zien dat je gewonnen hebt. Even reageren en dan neem ik contact met jou op. En dan regel ik dus dat jij jouw 12-pak krijgt. Nou, dat is heel erg geweldig. Dat is inderdaad een hele andere Lena, want er zijn 2 Lena's die meedoen. Dus goed kijken welke foto het was. Prijs nummer 2. Dat was een gave prijs. Die was wel heel erg leuk. Oké, prijs nummer 2. Prijs nummer 2 is nummer 7. En wat gaat deze persoon zo meteen winnen? Een 12-pak! Zo, ik hoop dat ik straks hele blije kijkers heb. Al 2 keer een 12-pak. Pot erbij. Lena, als ik jou weer trek, dan doe ik het wel opnieuw. Want normaal gesproken haal ik eerst alle namen eruit van de prijswinnaars om anderen ook weer een nieuwe kans te geven. Je mag wel weer opnieuw in de pot, maar eerst word je er wel uitgehaald. Dus als ik je nu trek, dan... je hebt er al net 1 gewonnen, dus dan gaat hij door naar iemand anders. Oké, wie wint? Dat is een achternaam. Ja,
Marie Gabrielle. Ik ga zo op zoek naar de foto die je dan hier kan zien, zodat je herkent welke Marie Gabrielle ik bedoel. Gefeliciteerd met je 12-pak, ook voor jou geldt. Eerst hieronder reageren en dan neem ik contact met je op. En nog eentje. Nou, alle 12-pak zijn volgens mij wel op of niet? Nee, er waren 5 in totaal. Voor 12-pak heb ik al weggegeven. Ik weet het niet. Even kijken. Oh, daar vliegt. Oh. Die moet wachten tot de volgende keer. Prijs nummer 8 is... een 4-pak plus bonus. Nou, we gaan kijken. Wie wint er vandaag een 4-pak plus bonus? Zo, ja, ik heb er weer eentje in mijn handen. En Fedra. Ik hoop dat ik je naam goed uitspreek. Fedra, ook van jou een foto, zodat je kan zien welke Fedra ik bedoel. Volgens mij heeft er maar één Fedra meegedaan, maar vooruit. Een 4-pak plus bonus voor jou, Fedra, ook voor jou geldt. Eerst hieronder reageren. Laat even zien dat je de video hebt gekeken. En dan neem ik contact met jou op. Ik hoop dat ik 3 blije prijswinnaars heb vandaag. Volgende week nog 1 keer de trekking van de laatste 2 eitjes. En dan zou de Hatchimals weken voorbij kunnen zijn. Behalve dan als ik nog steeds prijswinnaars heb die nog niet hun prijs in ontvangst hebben genomen. Nog niet hebben gereageerd hieronder. Dan doe ik die week erop nog 1 extra trekking. Zodat toch alle prijsjes naar iemand toe kunnen gaan. Want ik vind het anders zonde als de prijsjes blijven liggen. Ik hoop dat jullie deze aflevering leuk vonden. Is dat zo? Vergeet niet de video een like te geven. Alle foto's die ik binnen heb gekregen, die zitten natuurlijk in de loodjespot. Wil je zeker weten of jouw naam ertussen staat? Kijk dan even hieronder bij de beschrijving van de video. Soms gaat er wel eens wat mis met een mailtje, dus laat me gerust weten als je me wel gemaild hebt de afgelopen week, maar niet jouw naam hiertussen ziet. Probeer wel even na te denken wanneer je me gemaild hebt. Want als je me 2 weken geleden gemaild hebt, dan moet jouw loodje in een andere video staan. Dus dan moet je die eventjes bekijken. Ik hoop dat je het leuk vond. Je kan hier mijn kanaal abonneren als je nog niet lid bent van mijn kanaal. Hieronder zie je het kanaal van mijn man, Gamerpapa. En hier vind je alle Hatchimal video's. Doepa doe!